unieke, aangrijpende voorstelling. Gorkum. 30 juni 1942. Een doodgewoon meisje met een dagboek. Esther was Joods. En een gelukkig nieuwjaar. Een familie in oorlogstijd. Levend met hoop. Duimen, duimen, duimen voor de les. Duimen nou en hoog. Duimen voor de mazzel. En mazzel, dat is tof. Wanhoop. Ik droomde vannacht dat het vrede was. De stad was versierd en de vlaggen uit. De mensen dansten de straten door. Ik haat de Duitsers! Wat moeten we doen? Ze nemen alles van ons af. Een verhaal over vriendschap, familie en de liefde. Voor vertrouwen en tevreden, met een wankelbare steden, naar een echte wereld vrede en weer gaat ons bestaan. Esther was Joods. Reserveer nu uw kaarten via esterwasjoods.nl.